Wat staat er achter op zijn ding? Kijk hier achter op zijn laptop. Romy, gaan we de zomer samen beginnen en nog veel meer seizoenen? Leaked messages from Sam en Romy in de chat. Hey Romy, ik ga de date betalen. Ik had dus vandaag gedroomd over Romy. Oh my god, gaan Romy bellen. Hoe is het met Sam? Dit gaan we niet. Dames en heren, ik ga niet met een intro beginnen. Ik ga gelijk met de video beginnen. Dit is... Dit is Romy van MonsterTube. En ik... Ja, ik ken Romy, ja. Ik heb een crush op haar. Ik ook! Ja, had ik. Ik ga proberen om haar op date te nemen. What? My man, you're going to... My man is on the grind, hey yo, let's go. Romy... Ik betaal de date. Oh, stuur mij een DM. Oh, slide in his DM. En ik regel alles. Not your Casanova. Holy tieten, en hij regelt. Oh. Maar dan bedoel ik ook. Oh. Romy, ik weet dat je deze video kijkt. Iedereen, tag haar even in de reacties, zodat zij het ziet. Oké dan. Hallo mensen van MonsterTube. Welkom weer bij het bijtunen van een MonsterTube 2 video. Ja jongens, wat ik van de week nog allemaal te horen heb gekregen. Oh my lord. Mama belt mij. Ja? Door haar eten is klaar en noem ze meteen eten, anders wordt het te koud. Ja? Ik ben weer terug. Ik was bijna dood. Ik kreeg een Bosnische slipper van mijn moeder. Maar dames en heren, we hebben het hier over Sam of zo spam. Laagstreepje. Tjule! Nou, deze gasten begonnen vanaf hier met zegze video's opzoeken van Romy. Bijna 5.000 views ook gewoon. Nou, hier begint het. 1, 2, 3, 4, 5 video's op een rij. En het blijft maar doorgaan. Ik heb geen context, maar we gaan het gewoon kijken. Let's go. Dit ben ik. Dit ben ik. Oké, dat zien we. Dit is dus dan Sam of zo. Ja, Samman. Ik denk niet de hele naam. Maar wel schattig dat hij een bosje bloem heeft. Daar kan ik... My man, we're gonna help you, bro. We're gonna help you. En dit is Romy van MonsterTube. Ken ik niet. Oh mijn god. Huh? Wat staat er achter op zijn ding? Huh? Oh, maar... Kijk hier achter op zijn laptop. Oh, die gaat... Oh. Maar ik wil niet weten wat er in zijn vlaggalerij staat. Dit is ongekend, jongen. Oh my god. Zou het toch niet uit mijn vlog komen? Hoe kom je daarbij? En gisteren plaatste ik een video waar ik Romy op date vond. Gisteren plaatste ik een video waar ik Romy op date vond. Ja, het is moeilijk te verstaan, maar het kan. Plaatste ik een video waar ik Romy op date vond. Maar het is toch onmogelijk om te verstaan, dit? Het is moeilijk te verstaan, maar het kan. Gewoon letterlijk. Maar we gaan door, let's go. En precies toen ik die video plaatste, reageerde MonsterTube. Oh ja, ik heb nog gereageerd op hem, dat klopt. Gaan we kijken, de eerste video. Ja, ik heb geschreven, succes maat, jij kan dit, met een handje. Thanks MonsterTube, ik hoop dat Romy het ziet. Nou, eigenlijk gaan we wel dat Romy het even zien. Ha. En niet kort daarna zag ik dat Romy mijn video had geliked. Oh shit, Romy, die hart breekt mij. Ha. Ze geeft maar een like. Dit is niet getuned. Het zit me zo close om Romy te bellen. We gaan zo Romy bellen, dus stay tuned voor dat. Ik wil weten wat zij hiervan vindt. Maar we gaan Sam ook helpen. My man, die verdient het. My man, Sam. We gaan je helpen, bro. Eén kleine tip voor jou. Als je Romy op date wil vragen, verander. Je kan niet met een cars deck. Oh, ik stek bijna. Oh, mijn keel is weer helemaal Gucci. Oh, die fles heeft echt geholpen. Bestel je fles op MonsterTube.nl. Cars deckback. Kom op, Sam. Ja, ik kom dan wel met Spider-Man. Ja, nee, Cars wel dik. Ik weet het, allebei even dik. We gaan door. Ik sta hiernaast. Brian, wat vind je van Romy? Zal ze bij mij... Volgens mij heeft Brian er niet zoveel zin in. Brian, wat vind je van Romy? Zal ze bij mij passen? Ja, ze past wel bij jou. Ik zie dat deze video is opgenomen onder dwang. Ik denk al hoe het is gegaan. Sam lookalike. Brian, kom hier, maat. Jij gaat de video opnemen. Brian staat daar zo. Ik wil hier weg. Denk je dat Romy mij leuk vindt? Ja. Je ziet het gewoon aan de lichaamsnaald. Die gasten helemaal niet wat zijn. Ah, wat een held. Ze past wel bij jou. Oké. Okay. Mooi om te horen. Mooi om te horen. Ah, Sam is zelfverzekerd, joh. My man, Sam is zelfverzekerd, joh. Hij staat er zo. Mooi om te horen. Dat wist ik al, jongen. Dat gaat wel goed komen, jongen. Met mijn cars deckbed. Easy. Dat kan ik wel op kantelen. Ja, Romy, ik heb een crush op jou. Romy, stuur mij even een bericht op Instagram en ik regel een date.
Shit, my man gaat straight to the point! Backfire shots, incoming! Natuurlijk geen disrespect naar Romy, want ik ben keigoed nog bij Romy. En Romy weet ook dat ik deze video op ga nemen. Ik ga er zo gewoon bij, jongen. Maar we gaan wel Sam hier in help. My boy Sam! Woo! Sam, één tip voor jou. Oh, ik kan dit beter niet gaan zeggen. Kom met de quote bij Romy. Oh, ik moet dit niet gaan zeggen. Ik ga Romy zo al mijn excuses aanbieden. Kom met de quote. Roestiger dak, vochtiger de kelder. Je bent zelden leuk. Maar dit vind ik wel om te lachen. Ik zit op zo'n punt om Romy te bellen. We're just gonna do it. Of nee, toch niet. But first I want to see some information about Sam. Volgende movie! Oh, shit. Romy, gaan we de zomer samen beginnen en nog veel meer seizoenen? Man. Oh, je ziet ook die hele comments van met Romy der tag erin. Ongekend. De hele comments zitten onder Romy. Dat is ongekend. Ik wil even die comments lezen. Heerlijke NPC comments, waaronder ik ook natuurlijk. Lukt vast. Daarom, we gaan de positiviteit inbrengen. For you, Paige. Leuk, nu wacht tot ik de interesse krijg van Romy. Voor nu niet, maar wie weet in de toekomst. Maar mijn staat wel positief voor ingesteld. Hou ik van. Man schrijft een heel kerstgedicht. Ik blijf doorgaan tot het eindelijk lukt. Opgeven is niet goed. Oh my god, ik. Oh. We gaan voor Romy, maar ik laat haar ook even rusten, want het is net uit. Oh my god. Ze heeft een vriend, kerel. Nou, van anonieme bronnen weet ik dat dat niet zo is. Dus Sam, laat je niet afwijken door mensen. Push the power. We gaan door. Het is tijd om Romy te bellen. Of nee, toch niet. Het is tijd om Romy te bellen, maar voordat we dat gaan doen, we hebben nog wat secret information, wat niet op TikTok staat, maar wel op Instagram. En we hebben van Roddelpraat bepaalde WhatsApp berichten doorgekregen, dus we kunnen wat bespieken. Ik heb bespiekt. Blijkbaar is onze Sam bezig geweest met alle accounts die Romy volgt een bericht te sturen. Oh, my man gaat full power backshots incoming. Naar de bakkertjes. Het is een YouTube kanaal met bijna 4 ton abonnees. Zou je mij alsjeblieft kunnen helpen om te vragen of Romy Kerst op mijn DM kan reageren? Als je dat voor mij kan zou doen, zou heel fijn zijn. Ja, no comment. We hebben de DM-lijst van Romy gezien met mensen die hebben gecomment. En dit is een deel daarvan. Geef die arme Sam nou eens een kans. Check deze storing van Sam. Ik ben echt fan van Sam. Hij wil met jou op date. We have spotted some leaked messages from Sam en Romy in de chat. Hey Romy, ik ga de date betalen voor ons. Het is misschien een beetje raar hoe ik dit nu doe en zoveel video's uitleggen hoe ik je leuk vind. Maar ik ben serieus en ik wil jou oprecht leren kennen in jou zie iets leuks. Dus mijn woorden schot nog naar de tervers of... Ik wil jou echt oprecht leren kennen in jou zie iets leuks. Ik heb het gedaan begrijpen. Oh my god, dit is echt FBA secret. Ik mag dit helemaal niet leaken eigenlijk, maar... FBI, open up! Ik hoorde, je hebt geen interesse, zowel... Stuur me dan alsjeblieft een DM. Als je wel interesse hebt en tijd. Het is tijd om Romy te bellen! Maar eerst nog iets verder informatie. Oké, het blijft daar niet bij. De volgende. Wat is je moeder toch gezellig? Heb net even een kort gesprek gehad. Hoe was Koningsdag? Sorry. Sam, we're gonna fix it, bro. We hebben TikTok gezien, maar Instagram is de shit waar het gaande is, dames en heren. Oh my god, we hebben een nieuw filmpje te pakken. Let's go. Hier komt ie. Ik had dus vannacht gedroomd over Rome. Oh my god, dan zit dit heel diep. Ik kwam dus bij MonsterTube thuis. En Romy en haar zusje was ook in huis. Ja. En ik maakte eerst... Wacht, er valt iets op in de comments. MonsterTube. Zit te geilen op Chickie van MonsterTube. Ik heb een tip. Rook voor je gaat slapen een dikke jonko. Dan vergeet je je droom. En hopelijk ook dat je deze video geplaatst hebt. Rare vent. Bro praat als seksual of... Ik was even vergeten dat als je TikTok comments ziet, leuk. YouTube comments ziet, leuk. Maar Instagram comments, als je die ziet, nou, dat gaat echt nergens over. Bro praat als een sekshof fan. Hoe kom je erop? Was zeker een natte droom. Is een klein gesprekje met MonsterTube. Ja. En daarna met Romy. Het was erg gezellig. Oh, oh. Daarna ging hij naar de slaapkamer met zijn karst. Hebben we wat gegeten? Big Black Dog! En toen. Toen? Oh, hier moet hij denken. Oh, laat, ik weet niet meer hoe laat het was. Denk ik een uur of 9 of zo. Ja. En toen ging ik weer naar huis. Ja. En toen gaf ik Romy een dikke knuffel en ik zei van. Haha, bier! Ik wil je de volgende keer wel weer zien. Ik had dus vannacht gedroomd. Oh, dat was over het. Rome. Oh, ik had wel... Oh, dat was het. Nee, ik... Oké. Gelukkig dat het daarbij bleef. Bro, ik kom net uit mijn werk en ik zie dit. Wat is dit? Mensen hebben echt hersencellen verwijderd door dit, joh. Heb je GHB genomen voordat je deze video maakt? We gaan door. Dit ben ik.
Dat zien we. Een YouTuber. 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 MonsterTube. En ik maak ook af en toe TikTok-filmpjes en ik hou van reizen. En okay. Romy, ik wil met jou op date. Romy, ik wil met jou op date. Man, kom straight to the point. Stuur mij alsjeblieft een DM. Ik vind het hartstikke leuk dat jij alvast mijn video hebt geliked. Ja. Maar een DM zou ik nog waarderen. Romy heeft 1 video geliked. Man begint over elke video. Romy heeft een video geliked. Volgens mij heeft Romy zo spijt gehad dat ze die video... Waarschijnlijk heeft ze ook prolijk aangeklikt. Ja, hoeft ook niet, maar... Mij heeft de grootste spijt dat ze ooit die video heeft geliked. We gaan Romy bellen. Hi Romy. Hi, je belde mij. Ik belde jou. Jij zit in een video. Hoe is het met Sam? Nee, dat gaan we niet doen. Hoe staat het er nu voor? Want het was een tijdje terug, maar is het nog steeds active? Dat hij nog steeds de hele tijd met de DM. Zelfs mijn moeder heeft de DM. Heeft hij ook je moeder gedM? Ja. Oh my lord. We gaan binnenkort een blind date regelen, hè, dat je het weet. Nee. Heb jij al iets gereageerd bij hem in DM? Nee. En nou, be honest, I smell cat. Nee, dat is niet. Mama heeft gezegd dat hij interesse hebt. Huh? Je mama? But she speaks for somebody else. Ja, nee, ik zit even de FBI secret messages te bekijken. Maar ik zie dat je veel heeft gedM, maar je hebt nog niks gereageerd. Nee, ik heb nog niks gereageerd. En bent u van plan om dat te doen? De vraag van vandaag? Nee. En gaat u dat ooit doen? Nee, ik heb mezelf gemaild. Gemaild? Ja. Mevrouw, u moet iets van zich laten horen. Je zag ook dat hij wel een Cars dekbed had. Ja, dat zag ik. En dat hij jou op de laptop had staan. Ja. Word je daar niet enigszins... naar van? Opgewonden van? Ik vind het best wel eng. Oh. Maar... Ik spreek je nog. Doei. We're gonna fix a blind date. Nee, gaan we niet. Nee. Mam of zo, hit me up. We're gonna fix this shit. Hey, oh, let's go. Ik blijf hier neutraal. Jullie kunnen mij zien als een rechter. Ik blijf hier helemaal neutraal in. Ik ga alleen gewoon kijken van welke kant, hoe en wat, hoe voelt. Ik kan mijn man Sam wel even wat tips geven over roestige dagvochtigen. Maar dames en heren, grab je merch op monstertube.nl. Bij de Monstertube Discord server nog niet gejoined. Link staat in de beschrijving. Zou ik super erg waarderen. Kunnen jullie ook soms wel eens chatten met mij, want ik ben daar ook actief in de server gang. Superleuke community. Dus abonneer op bij de Monster gang te horen. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye.